Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering op Tina TV. Ik ben Jip. En ik ben Wendy en vandaag nemen we tegen elkaar op in Sterrenstof The Battle. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, Ik ben er helemaal klaar voor. Vergeet niet alvast dat blauw duimpje omhoog te klikken en abonneer op Tina TV. Ronde 1 wordt gespeeld met de buzzer. Mm-hmm. Er verschijnen zometeen 3 vragen onderin en denk je het antwoord te weten, dan druk je op de knop. En wie het goed heeft, heeft de punt. Oké, vraag 1. Met wie heeft Maan geen liedje gemaakt? B. Jeugdvertegenwoordig. Suzanne en Freek? Nope. Nope, dat was fout. Wat is de echte naam van Lady Gaga? Ik ga een gokje doen. En ik zeg C. Stephanie Carmelita. Hey! Luck is on my side. Woo! No. Waar is Rihanna geboren? Vraag 3. Instinctvraag. Amerika. Waar? Ah, ik ben echt niet op dacht... Lekker bezig. Ik dacht het oprecht wel, maar ik dacht ik wil niet zeggen, want het is dan heel vernederend als ik het fout heb. Ja. Nou ja, niet Amerika. Niet Amerika dus. Maar ze kan wel Engels, dus dat had gekund. Nou, jij kan ook Engels. Cool. Yes, I can also speak English. I can also speak English. We can also continue the video in English. If you want, if you want. Then we go to the next. We gaan alweer naar ronde 2. En ronde 2 wordt ook gespeeld met de buzzer. We krijgen weer 3 verschillende rondes met elk 3-tal foto's. En aan ons de taak om wie het gaat. En wie het goed heeft, heeft een punt. Van wie zijn deze ogen? Oké. Okay. Mathieu. Wacht even. De volgende. Wie is hier onherkenbaar gemaakt? Nico. Oh, ik wil een nieuwe tegenspeler. Ik wil een nieuwe tegenspeler. Hij wil het niet meer. Hij kan het niet meer aan. Ja, ja. Oké. Vraag 3. Ik ga zelfs helemaal hier zitten. Herken jij deze acteur? Oh, nee! Tom Holland. Yes! Die had ik echt moeten hebben. Die had ik echt had moeten hebben. En dat weet Dang ik it! Oh. Oké, jongens, het is alweer tijd voor ronde 3. Hoe dichtbij zit jij? En dat wordt gespeeld met het whiteboard. Ja, in ronde 3 moeten we een getal inschatten. En degene die het dichtstbij zit, krijgt de punten. Hoeveel bladzijden heeft elke Tina? Oh, dat is echt een goede. Is het een. Oké. Okay. Wij moeten nu dus schatten. Ja. Oké. Okay. Deze is sowieso goed, maar we kunnen het voor de, zeg maar, dat het leuk is voor het spel kunnen houden. Oké, wat denk jij? Ik denk 50. Ik denk 43. 52? Ja! Oh my god, ik weet echt niet hoe. Oh, ik had er geen idee, maar nice. Oké, wie dichtbij? Ik wat weet ik niet. Ik denk zoiets. Ik ga iets heel specifieks opschrijven. Nu doe ik echt maar wat. Net had ik een soort van neppe confidence. Ik heb geen idee. Ja? Ik heb 1.150.000. Deze heb ik sowieso gewonnen. Ik weet niet wat hier staat. 400.000 nog wat. Nou, laten we even zien. Ja, hij heeft nog meer dan dit. Maar ik heb wel zeker gewonnen. En niet een beetje ook. Dat wist ik niet. 1-1. Dit is het beslissende voor deze ronde. In welk jaar werd Instagram gelanceerd? Hoe oud was ik toen? Wacht, ik moet even rekenen, jongens. Even rekenen, heel even. Het duurt wel lang, hè, Ben? Je... Ja, ik heb iets, ik heb iets. Oké. Okay. Ja? 2009. Ik heb 2014. 2010! Bang, eindelijk een ronde voor mij! 2-1! Nou, dat was hem alweer, jongens. En er is natuurlijk maar 1 echte winnares hier aanwezig. En 1 verliezer. Dus ik zal de taak maar op me nemen. Om het sterrenstof te eten. Lekker lepeltje voor de verliezer. Jongens, cheers. Nice. Mm. Top. Ik ga nog even van mijn winst genieten. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar Sterrenstof The Battle op Tina. En wil jij nou geen... Dat is raar. Wil je nou geen aflevering missen? Vergeet dan niet te abonneren. Klik een duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter. En dan zien we jullie de volgende keer. Doei. Doei. Ah.